Doe maar, zegt de dokter, vriendelijk. De weegschaal bijt niet hoor. Justin doet alsof hij lacht. Stom grapje. Waarom moet hij gewogen worden? Hij wordt er heus niet dunner door. Hij stelt zich al voor dat hij uit dit kamertje komt. En dat zijn klasgenoten vragen, en hoe zwaar ben je nu? De schoolarts weet niet wat ze hem aandoet. De cijfertjes wiebelen van wat heen en weer en blijven stilstaan. Op 52,3. Zegt de dokter. Het klinkt niet alsof ze er blij mee zijn. Hi, ik ben Lina. Ik ben 12 jaar en ik heb het boek Justin's Rivaal gekozen. Ik heb dit boek gekozen omdat het, toen ik de achterkant las, dat het over pesten ging. En dat leek me wel een beetje interessant om te weten. En ik heb het boek nu ook gelezen en het is heel spannend. En het gaat over pesten. Maar het gaat ook over vriendschap. En het is zeg maar dat je hebt Justin en dat is degene die wordt gepest. En dan heb je Danilo en dat is de pester zelf. Ik ben zelf wel eens een keer gepest, maar dat was denk ik 2 jaar geleden. En ik voelde wel een beetje wat hij voelde, maar ik denk dat zijn verhaal iets heftiger was. Justin wordt gepest omdat hij overgewicht heeft. En kinderen vinden dat, zo te zien, een beetje raar. En pesten hem daarom ook een beetje. En ze pesten hem ook omdat hij danst. Buikdanst of zoiets. En dat vinden zij een beetje raar. En meer voor andere meisjes meer dansen. Ik keek vooral door Justin's oog, maar soms kijk ik dan ook weer door Danilo's oog. Maar ik zei tegen mijn juf dat we misschien op school dit boek konden lezen, omdat het denk ik wel interessant voor de kinderen uit mijn klas. Ja, zodat ze niet andere kinderen nog, misschien als ze iets groter zijn, gaan pesten, zodat ze weten hoe die andere kinderen hun voelen. En daarom zei ik tegen juf of zij dit boek kon voorlezen in de klas.